Verschillende dorpen in het binnenland kampen met een tekort aan water of droogte. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei eerder dat daar weinig aan te doen valt. In sommige dorpen speelt de lokale gemeenschap zelf in op de situatie. Het probleem met watertoevoer speelt al enige tijd bij de openbare school te Douadra, een dorp in boven Suriname. De school zal gesloten moeten worden als het probleem niet wordt verholpen, volgens schoolleider Petronella Jeru. Ze vertelt wat aan eigen initiatieven is ondernomen om de school draaiende te houden. Eigenlijk hebben we twee jaar geleden water gehad via meneer Zandveld, Johan, secretaris en de DC. Dus hebben ze water voor ons gebracht, maar nu is dat water weer opgeraakt. Dus we gaan weer moeten contact moeten maken met de SIC om verder weer oplossing te zoeken. De schoolleider zegt verder dat de school nu dagelijks om 10 uur sluit. Het is namelijk niet te doen om de scholieren langer in de schoolbanken te houden. Als we helemaal bijna geen water meer hebben, want het toilet, daar is het eigenlijk onhygiënisch voor de kinderen. Dus dan draaien we tot 10 uur, maar wanneer ze water hebben gebracht, want 2 weken geleden toen ze water hebben gebracht, zijn we normaal weer tot 12 uur sluiten we. Eru geeft aan dat er geen andere keuze zal zijn dan de school te sluiten indien er uiteindelijk geen oplossing komt. Douadra worstelt ook met problemen rond de huisvesting van leerkrachten. Sommige woningen hebben namelijk last van houtluizen en andere ongedierte.